Het vertrouwde beeld van het schilderij is in de loop van de tijden geleidelijk gaan vervagen. Glazuur en vernislaag verkleurden. De kader verbrokkelde en had zijn glans verloren. Het Schepencollege besloot om het schilderij te laten restaureren en het in zijn oude luister te herstellen. Het atelier Kerat uit Wervik werd aangezocht om de restauratie uit te voeren. Wegens het risico leek het onbegonnen werk om het schilderij af te nemen en te vervoeren. Men besliste het ter plaatse te restaureren. Op een kleine stelling werd een eerste proef genomen. Daarna werd een stelling over de volledige breedte gebouwd in de trapzaal. Met veel zorg werd het oude vernis verwijderd en de picturale laag gereinigd van verfresten. Een werk dat weken in beslag nam. Foto's voor en na iedere bewerking schetsen de evolutie van de restauratie. Antoine François-Louis van Engelen werd geboren te Lier in 1856 en overleed te Antwerpen in 1940. Opgeleid aan de Academie te Antwerpen schilderde hij stadsgezichten, genretaferelen, landschappen, dierstukken en portretten. Hij reisde vaak, zelfs naar de Kerguelen-eilanden in de Indische Oceaan, samen met Charles Verlat, onder wiens leiding hij een panorama van Moskou schilderde, ging hij in 1882 naar Moskou. Het kader werd gereinigd en behandeld tegen insecten en daarna verstevigd. Het doek was doorgezakt en moest weer worden opgespannen. Na het aanbrengen van de laatste sierlijst wordt het schilderij grondig afgestoft. Uiteindelijk brengt men een nieuwe vernislaag aan die het doek moet beschermen tegen UV-stralen, vocht en stof. Eens de stelling verwijderd, oogt het schilderij opnieuw in al zijn frisheid. Taferelen van het strandleven op een zomerse dag in 1897 zijn weer tot leven gebracht.